Deze verdachte wordt ervan verdacht dat hij in het strijdgebied heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie en daar een terroristische training heeft gevolgd. Wat voor straffen kan een Syriëganger krijgen? De maximumstraf voor het deelnemen aan een terroristische organisatie is 15 jaar gevangenisstraf. Als je kijkt naar de zaken die er in het recente verleden hebben gespeeld bij de Syriëgangers, dan zie je dat daar straffen worden opgelegd van tussen de 6 en 8 jaar. Maar dat is een bandbreedte. Elke zaak is natuurlijk een zaak op zichzelf genomen. Maar dat zijn de straffen die regelmatig voor dit soort strafbare feiten worden opgelegd. Het is natuurlijk een zaak waarin de verdachte duizenden kilometers van hier zit. Hoe verzamelt u bewijs tegen zo iemand? Ja, hoe je dat in een concrete zaak doet, hoe ik dat in deze concrete zaak is gedaan, dat kan ik u op dit moment niet vertellen. Dat gaat aankomende dinsdag in de zittingszaal gepresenteerd worden. In zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat uit eerdere zaken is gebleken dat bewijs gevonden kon worden op social media, dat bewijs gevonden kon worden in verklaringen die ouders of familieleden hebben gedaan, dat bewijs gevonden kon worden in onderschepte telefooncommunicatie. Dat soort bewijsmiddelen, dat is in eerdere zaken gebleken dat die gevonden konden worden en dat die ook voldoende bewijs opleverden om te kunnen komen tot een veroordeling.